Ik heb de vroege versie van de komende puur al even bekeken en daarin zag ik een afschuwelijk hoog cijfer voor Assassin's Creed Revelations. En Jan zit hier om zichzelf daarvoor te verantwoorden. De grap is dat ik vooraf ook dacht van, weet je, ja, Assassin's Creed, het wordt wel een beetje een herhalingsoefening. En ik ging ook best wel echt wel kritisch die game in. Ik had zoiets van, nou, ze moeten nu wel echt een paar dingen nieuw doen, die gameplay bijvoorbeeld uitbreiden en aanvullen. En dat doen ze ook. Ik bedoel, op een klein niveau heb je nu die Hookblade, wat een soort Ottomaanse versie is van je Hidden Blade, waar je nog steeds mee kan moorden. Maar je kunt veel sneller torens opklimmen. Er zijn ziplines waar je vanaf kunt roetsen, een beetje Batman-achtig. Vanuit die ziplines kun je op guards springen, je kunt dus meer moves maken. Nou je toch over Batman begint, want een van de dingen die ik nog steeds... Ja, Batman heeft echt een fantastisch vechtsysteem. En wat ik nog steeds irritant vind aan alle delen van Assassin's Creed is dat simpele, veel te makkelijke... countervechtsysteem. Ja, Assassin's Creed heeft één deel daarvan, heeft het goed, het ziet er vet uit, maar het is nog steeds gewoon te makkelijk. Het is misschien wel een beetje te makkelijk, maar... Dat is nog steeds zo dus, laten we daar even over. Nou ja, het is wel iets moeilijker, want je hebt nu voor het eerst Riflemen die ze hun intrede doen. Die staan wel meestal op daken, maar ook op kantelen te patrouilleren. En als die jou in de smies hebben, ja, dan word je gewoon op de korrel genomen. Ja. Als tegenofficier heb jij deze keer bommen, die kun je zelf maken. Ze had het eerst over 500 verschillende bommen. Toen dacht ik, nou, dat is wel een beetje overdreven, maar dat komt behoorlijk dicht in de buurt. En dat heeft allemaal verschillende effecten. Ja, je kunt allemaal verschillende dingen doen. Je kunt een soort clustergranaten maken die scherpe onderdelen aan alle kanten laten opdoen. Je hebt rookbommen, je hebt stinkbommen, je hebt de close explosief, je hebt tripwires. Maar die kun je ook in een gevecht gebruiken. Ja, ik moet zeggen, het vechtsysteem is nog steeds niet heel erg moeilijk. Soms doe je echt hele cool moves dat je denkt, wow, heb ik dat gedaan? Ja. Maar toch, de timing is nog steeds wel belangrijk en ik vind dat ook niet erg. Dat en er is geen andere moeilijkheidsgraad dit keer, want dat leek me echt heel erg mooi als dat gewoon erin zat. Nou, niet in de review of de gewone versie die ik heb gespeeld, maar aan de andere kant, je hebt nu zoveel variatie met dingen die je moet doen. Weet je, ja, je kunt het jezelf moeilijker maken, maar dat is een soort van... Nee, maar je hebt altijd één hoofddoel wat je moet doen en daarna heb je altijd subdoelen die je moet doen. Bijvoorbeeld, wordt niet opgemerkt tijdens het uitschakelen van 5 guards. Of, dat soort dingen. Ja, en dan krijg je weer die 100% sync en daarmee kun je weer dingetjes lokken. Dat heb ik nog wel van uitgesloten. Ja, en dat heeft best wel een verslavende werking. Maar wat ook is, je speelt deze keer ook weer met Desmond. Die zit gevangen in de Animus. Dat heeft een heel soort freaky, abstract vibe. Maar je speelt deze keer ook met Altaïr. Want je bent op zoek naar die 5 geheimzinnige sleutels, die massaf keys. Als je die hebt, kun je de ondergrondse bibliotheek van Altaïr benaderen. En dan vind jij als Ezio je grote revelatie. Ik hoorde net iets raars. Wat heeft Assassin's Creed Revelations te maken met Plants vs. Zombies? Nou, wat je moet doen is, je hebt een aantal punten. Je positioneert een aantal type assassins uit je Brotherhood op de daken. Die beschieten de aankomen rennende tempeliers. Die komen als een soort Romeinen uit Asterix en Obelix. Komen zo joelend, komen die straat aan. Ziet er een beetje koddig uit, moet ik zeggen. Vervolgens kun jij barricades opstellen, je kunt boogschutters opstellen, je kunt assassins leaders plaatsen op daken, je kunt met een kanon schieten opzetten, maar alles kost punten. Dus je moet een beetje die balans zoeken van wat positioneer ik waar neer. Veel nieuwe elementen dus, veel vernieuwingen vind jij. Multiplayer, zit daar nog wat nieuws in? In de Brotherhood zat natuurlijk best wel een leuke, innovatieve multiplayer. Ja, was gewoon leuk. Ja. Maar daarvoor gaan mensen die game toch niet halen. Het is niet van, oh, de multiplayer, ik moet hem hebben. Nee. Maar nu hebben ze hem toch wel weer uitgebreid met een aantal modi. Je kunt wat meer customizen, er zitten wat nieuwe classes in. Maar ja, het is weer wat aangepast, het is wat uitgebreid. Je krijgt ook er zit wat meer verhaallijn in. Je leert wat meer over de motieven van de Tempeliers deze keer. Ja. Het is een leuke extra feature. Maar het is niet wereldschokkend of zo. Nowhere left to run now! Not for me, and not for you. Daar doe ik wel een beetje laconiek over Assassin's Creed, weet je. Ik vond 1 en 2 vond ik eigenlijk helemaal niet zo heel erg bijzonder. Het werd te veel gehyped, maar Brotherhood vond ik daartegen wel best wel vet. Nou, als jij Brotherhood vet vond, dan ga je deze zeker ook vet vinden. Voor Assassin's Creed is het echt geen issue, weet je. Je gaat hem spelen, je wordt echt niet teleurgesteld. Dan gaan we even vanuit dat ik geen Assassin's Creed fan. Nou, maar jij bent, als je bent ingestapt met Brotherhood en denkt van wauw, dit vond ik tof, dan moet je zeker doorgaan. Nou, ik ben niet ingestapt, ik heb ze allemaal kapot gespeeld, maar die eerste twee vond ik het eigenlijk helemaal niet leuk. Maar Brotherhood vond ik het pas leuk te vinden. Nou ja, dan is de stijgende lijn wordt doorgezet, ook al is die lijn niet meer zo ijl als van 2 naar Brotherhood. Ja. Brotherhood naar Revelations is nog steeds een stijgende lijn. En daardoor gewoon weer een hele goede game.